Boom! Yo, what up, gasten? Het is gewoon alweer tijd voor een verse 50. En aangezien mijn 50 is altijd zulke levenslessen zijn, ga ik jullie vandaag misschien wel de belangrijkste leren. Nu ga ik jullie de 50 beste smoesjes leren om te spijbelen. Ik zag een zebrahondje lopen. Ik werd aangevallen door veel toetsenbord. Er kwamen 6 dwergjes mijn huis binnen om te vertellen dat ik de 7e was. Er kwamen aliens mijn huis binnen. Die pakten alle salade en ze vlogen weg. Mijn kachel was melk aan het stelen. Oprah gaf me een gratis auto. Ik was zo aan het praten tegen die gozer in de spiegel. En die gozer zei tegen mij dat ik beter thuis kon blijven. Dus, ja. Ik was Yu-Gi-Oh! Kaart aan het sparen. Ik kwam een zeehond tegen met een pony. Ik kwam een pony tegen met een zeehond. Ik was het solliciteren om Teletubby te worden. Ik werd aangevallen door moordlustige augurken. En ik werd aangevallen door plankton. Ik was mijn sokken kwijt. Ik heb mijn kussen leren jongleren. Elmo had zijn haren geverfd. En hij is nu paars. Ik en mijn bed hebben zo'n goede relatie dat wij het liefst lang bij elkaar blijven. Ik ging naar de supermarkt om een appel te kopen. Wat denk je, ik krijg een iPod? Ik had nachtmerries over Lady Gaga. Lady Gaga had nachtmerries over zichzelf. Mama. Bitch. Mijn voet zat in mijn ketting. Ik was op weg naar school en werd aangevallen door nazi-robots. Alleen bleken homovampieren te zijn. En daarna begonnen ze achter me aan te vliegen. Ik had geen zin om bed uit te komen. Ja. Nou, volgens K3 was het kusjesdag. Ik was op zoek naar Nemo. Ik ging naar het dierenpark, naar de lama's, om te kijken of ze echt grappig zijn. Alleen de lama's zijn alleen op tv heel leuk. Ik ben niet opkomen dagen omdat ik wel weet hoe jij reageerde. Jort zat in de kelder. Dennis zat in de storm. En Paul zat in de leeuw. Ik ging op het balkon staan dansen omdat ik wou dansen met de sterren. Dus ik liep over straat. Ik zag er een otter spelen met de tandenborst. Ik zei, hey, wat doe je met die tandenborst? Wat doet de otter? Gooit die tandenborst naar mij. Ik vang hem, ik gooi hem terug. Gaat de otter huilen. Mijn fietssleutels wouden bananen eten. Ik werd aangevallen door een puntenslijper. Ik ben achterkomen dat de NS en MS niet hetzelfde is. Hoewel ze allebei even kut zijn. Terry het Vogelbek die belde me. Ik was aan het winkelen met Arie en Bastiaan. Mijn wekker was toen aan vakantie, dus ik heb een dagje vrijgegeven. Ik heb via eBay een zebra gekocht en daar heb ik een pad gezocht. Alleen met een zebrapad heb je niet altijd voorrang. Ik heb met Harry Potter gescrabbeld. Ik was gewoon aan het fietsen, denk je, kom ik achter mijn fietsleutel zien bij me. Dus ik denk, oh nee, ik moet naar huis, denk je, zit ze in mijn fiets. Mijn deurknop had zijn dag niet en wou niet opengaan. Ik ging winkelen met Luke Skywalker, dus ik pas een shirtje aan. Ik zeg tegen Luke Skywalker van, hey, vind je het mooi shirtje, man? Zegt Luke Skywalker, ja, ik vind hem echt mooi. Zeg ik zo serieus? Zegt Luke Skywalker. Nee. Bowlingballen waren in de aanbieding. Ik was verdrietig omdat ik geen Loverboy heb en de rest wel. Ik ging met een paar vrienden chillen op de vuilnisbelt. Alleen we vonden niks anders dan Justin Bieber CD's. En dat waren er alweer 50. Ik hoop dat je ontzettend genoten hebt van deze video. Dat mag ook wel, want het heeft me veel werk gekost. Deel deze video met je vrienden via Hives, Twitter, MSN. En stuur deze video met name door de mensen die altijd spijbelen. Zodat je hun een beetje kan helpen, weet je wel. Want het nieuwe schooljaar is begonnen en ik begrijp echt wel hoe kut dat is. Alleen ik ben ook benieuwd wat jullie beste smoes is om te spijbelen. Zeg me in de comments hier beneden. Geef deze video ook nog een groen duimpje. En nogmaals. Deel deze video met iedereen die altijd spijbelt. En gasten, dan check ik jullie later. Banjo! Dus, nee. Ja? Nee. Jawoen. 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 Doei.